Alle vrijwilligers zijn bezig met het sorteren en het uitzoeken van alle producten en donaties. Het is druk bij de voedselbanken in de regio en ook zo hier bij de voedselbank in Papendrecht. Enorm op het ogenblik, zo met tegen de feestdagen aan, dat is eigenlijk ieder jaar ook wel. Maar dit is wel extreem van het jaar. Ja, en zal dat dan toch een beetje met corona te maken hebben, dat het nu extra druk is? Zeker weten, want de mensen die blijven met spullen zitten en die willen dat toch de deur uit hebben. Het zijn bedrijven die de kantines leeg willen hebben, hebben we ook al mee te maken. Ja. En kerstpakketten komen er momenteel binnen van mensen die bij bedrijven werken en zeggen van nou wij hebben het zo goed, we geven het aan de voedselbank. Ja. Maar niet alleen bedrijven komen wat brengen, ook particulieren staan regelmatig voor de deur met een hoop etenswaren. Zo ook deze meneer die met een groep vrienden voor een flink bedrag boodschappen heeft gedaan. Dat was een enorme donatie. Dat is fantastisch, ook privé opgezet. Mensen onder elkaar, met vrienden onder elkaar, hebben ze ingezameld. Ja, dat is een enorme. Je hebt het gezien wat er allemaal op elkaar lag. Ja, ja en ook nog wat voor jullie. Er zat nog wel een doosje Merci bij. Ja, Merci is bij voor de vrijwilligers. Ja. We krijgen hier ook wel donaties binnen. Die zeggen, nou, die kerstbroden die zijn er allemaal niet uitgegaan bij ons in het bedrijf. Geef maar aan de vrijwilligers. Ja. Maar de vrijwilligers die raken op de duur zo overvoed. Ik zie chips, popcorn, pindakaas, afbakbroodjes. Je kan het zo gek niet bedenken of de mensen krijgen het straks tijdens de feestdagen thuis bezorgd. Ja, er zit heel veel vlees bij. Ook supermarkten die zeggen van we sluiten straks en wat er blijft. Wij zijn met de kerstdag dicht en de zondag dicht, dus dat moet er allemaal uit. En dat gaan we dan ook weer ophalen vanmiddag. Ruimte is er gelukkig nog genoeg, maar ze kunnen bij de voedselbank altijd wel een extra handje gebruiken. We zitten hier bijvoorbeeld heel erg verlegen om een paar vrijwilligers om schoon te maken. Een paar uur in de week. Zomaar op ene dag, maandag of dinsdag. En wat we ook proberen, oproepen plaatsen, sterk Papendrecht inrichten, er komt zich niemand aanmelden. En het wordt voor mij ook te veel. Ik kan het er allemaal niet meer bij hebben. Wie zich geroepen voelt, kan zich melden bij de voedselbank in Papendrecht.